Welkom om verder te kijken van deel 3, Piet Bouter, diktespeler, bal 2. Kijk en leer. En soepel erin, plop. Tak, hou vast. Kijk, iets te veel naar de buitenkant. Ja, iets. Zie je? Want je zit op, niet meer in het vak, maar je zit al naar het volgende vak. Ja. Maar dat zit maar op een millimeter vast. Ja, maar dat is dus de juiste beoordeling op je dikte, hè? Ja. Maar knap op, Piet. Ik zit echt wel... Goed je hand zetten. Maak de lijn in je gedachten. Voel, tak. Te dun. Ik ga naar het andere vak. Hij is mooi voor het andere vak, hè? Ja. Maar dikker. Ja, je moet in het vak blijven zitten. Je moet in het vak blijven zitten. Je hebt toch best wel een mooi vak om te schieten. Ik bedoel, hè? Ja, nee. Dit is best wel een groot gedeelte waar je in mag komen. Maar je hebt, die andere vakken heb je al heel aardig gebouillard, hoor. Kijk, en wat ik je gewoon nu leer, ik leer je met een dikke bal spelen, hè, in dit geval. Kijk, nu ben je je vak een beetje kwijt. Ja, het is dik. Te dik. Naar de verkeerde kant van de bal. Ja. Dat zit maar op een millimeter vast. Ja, precies. Dus je moet je gat leren zoeken. Je moet je dikte leren zoeken. Kijk, dus je zat nu hier, dus zit je te veel aan die kant van de bal. En je moet naar die kant van de bal. Kijk, eigenlijk gaat rood hier naartoe. Die gaat weg en jouw bal gaat dan dit doen. Dus die gaan elkaar kruisen. Maar daar moet je niet op letten. Je moet op je dikte letten. Tak. Kijk, dat ja. Kijk, hij is al te dun. Want je gaat naar die kegel toe. Dat zit echt zomaar net op een millimeter vast. Ja, precies. Maar zie je dat je hard moet stoten? Ja, je moet echt... Als je laag zit, hè. Als je hoog zit, kan het natuurlijk zachter. Ja. Maar dan gaat de rode bal weer anders doen. Dus je hoeft niet zo heel laag te zitten, even boven het hart, mooie dikte en recht vooruit. Dus recht vooruit. Hoppa, dit is hem. Kijk, staan blijven, terug, ontspannen, terug. En helemaal. Kijk, nou speel je hem naar het gat toe. Met een strakke lijn. Zit maar op een millimeter. Nou, hoe voelt dat, Piet? Hoe voelt dat? Ja, dat is... Dat is wel apart, hè? Ja, dat is heel apart. Want je doet heel veel, hè? Want je geeft een klap. Ja. Dat je denkt zo, en je bal doet eigenlijk precies wat jij wil. Ja. Want dat is een beetje het idee. Ja. Kijk, dus je controle met je keu laat je echt zien nu. Daar hebben we begonnen en daar, nou zijn we daar geëindigd. Ja. Dus je leert het je aan het eind van de rit, met gewoon basistraining, leer je het hele biljart kennen. Ja, je leert echt de lijnen kennen. Ja. Zeker. Nou, dus dit vak hebben we gehad. Ja. Gaan we naar dit vak. Kijk, het kan zijn dat er een klos in zit, maar ook niet. Maar daar gaan we niet vanuit. We gaan gewoon van de klap uit. Kijk, dan zit je te laag aan de bal. Kijk, je zit nu al een vak verder. Of twee vakken verder. Ja, ik zat al laag. Dat is echt... Leuk, hè? Ja. En het is gewoon een beetje zonder effect rommelen, hè? Ja. Natuurlijk kan je het met effect allemaal corrigeren... Maar dan ga je vanzelf ga je dat ontdekken. Hou vast. Kijk, nou zit je perfect in het gat waar je net zat. Ja. Waar je net heen speelde. Ja. Dat is ook weer leren om mee je hoogte te... Ja. Dus je hebt nu eigenlijk dit gat, hè, wat je toen straks ook al hier raakte, heb je nu eigenlijk heel mooi op dikte gespeeld, hè? Ja. Zonder twijfel. Alleen, je zit nu hier te focussen. Je gedachten willen daar naartoe. Ah, het is gewoon knap. Ja, iets hoger aan de bal. Loopt hij even meer ook, hè? Ja, dan loopt hij meer, ja. Maar hij is ook te dun, hè? Want als je nu hoger aan je bal had gezeten, dan had hij harder gaan lopen. Ja. Maar dan had je toch even dikker gemoeten nog. Ja. Hm?
Dus je moet wel in je dikte blijven geloven. Kijk, je kan best wel wat hoger gaan zitten hoor, dat mag wel. Dat je gewoon meer loop creëert met jouw bal. Kijk, dit is wel mooi. Kijk, die valt wel in het gat. Ietsjes hoger aan je bal gaat hij er makkelijker heen. Ja. Dus je hebt nu wel enorm je best gedaan om in het hart van je bal te blijven. Ja, ja, ja. En een mooie strakke klap te geven. Ja, ja. Zo voelt dat, hè? Ja. Kijk, je snapt nu waarom hij traag is, hè? Omdat je gewoon laag zit. Ja, maar iets hoger. Nou ja, maar dat is wel goed, hoor, dat je dat ook gaat voelen. Dat je eigenlijk met dat centrum, dat je heel veel kunt, zeg maar. Dat je heel veel mogelijkheden hebt om die tweede bal iets te laten doen. Oei, 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 mooi hoor. Prachtig. Ja, super. Zit een mooie rol in. En mooi recht. Ja. Kijk, en hij komt bij het kegeltje, dus je kan ook ietsjes dunner, maar... Ja. Als hij al in het vak komt, is het al heel knap. Als je hem ietsje hoger hebt, dan komt hij verder. Ja. Ja. Ja, speel hem maar eens hoger aan je bal en naar het vak toe. Voelt anders, hè, als je hoog aangeeft, hè? Je dikte, ja, dat blijft een beetje hetzelfde. Alleen je zit hoger aan je bal en strak erin. Kijk, zie je, dit voelt anders, hè? Kijk, je bent iets te dun voor in het vak. Of iets te dik voor in het vak. Ja, iets te dik. Nee, ja, dat... Maar ging wel heel makkelijk. Nu raak je heel makkelijk dat kegeltje. Ja. 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 Kijk, en natuurlijk kan ik ook die opdrachten kegeltjes maken. Ja. Maar het is wel grappig dat je nu hier speelt en je komt daar. Ja. Dus je focust wel op het gebied, hè? Je focust dus op... Ik leer je eigenlijk focussen op het gebied. Zie je? Kijk, nu zit je voor het gebied. Ja. Hij is te dik. Ja, precies. Precies. Is een millimeter dunner. Ja, maar dat gaat vanzelf. Beauty. Beauty. Mooi, hè? Mooi, hè? Ja, ja. Ja, het is echt gaaf. Ja, dat is die. Het is echt gaaf, Piet. En geen klos, hè? Nee, geen klos. Nee, nee. Je schiet gewoon door en de rood is weg en jouw bal die gaat... Ja. Nou, gaan weer een gat verder. Hebben stoten is het. Hoppa. Mooi hoor. Nou, dat is mooi. Ja. Kijk, sowieso en naartoe. Ja. Ja. En je ziet ook dat je de ballen... Hè, kijk, want je ziet nu het resultaat van de ballen. Ja. Kijk, hij pakt nu wel de kegel, de rode. Ja. Dus die gaat wel iets doen. Maar je ziet wel het resultaat van de ballen. Ja. Dat die heen en weer gaat, die rode. En ja, dat jouw bal hier rustig naartoe gaat. Ja. Even hoger gaat hij er makkelijker naartoe. Ja, dat is maar een millimeter. Ja, maar daar kan je mee spelen. Ja. Maar vaak kan dat hoger, dan is jouw bal weer sneller, kan er ook een klos in komen. Hè? Ja, ja. Snap je? Want ga maar eens hoog zitten naar het vak toe. Dus hoog aan je bal en dan gewoon rustig naar het vak toe gaan. Hoog aan je bal en rustig doorschieten nu. Hebben, stoot. Dat is te dik, Piet. Dat is te dik. Maar kijk, nou zit er gelijk loop in je bal. Dus je bent nou een paar vakken terug aan het biljarten. Ja. Maar toch technisch wel goed hoor. Kijk, maar je voelt in één keer, oh ja, ik zit dik. Dan gaat hij. Maar je ziet hoe makkelijk hij nou daarheen ging. Ja, ja. En je ziet nog steeds geen klos, hè? Nee. Dus hoog aan je bal. Even dunner, niet veel, maar wel rechtlijnig naar voren. En het hoeft niet hard, maar als je hoog zit, hoef je niet hard te stoten. Dan is het de kwestie van gewoon doorschieten. Voelen, door. Ontspannen, door. Kijk, even te dik nog.
Maar kijk, nu speel je met loop in het vak, doordat je hoog zit. Je speelt nu met loop in het vak. Maar je zit nog steeds in een vrij harde stoot nu, als je hoog zit. Dus eigenlijk mag het zo zijn dat als je hoger zit, dat je dan wat rustiger af gaat stoten. Want dan heb je je energie al, de snelheid al in je bal zitten. Omdat je hoog aan je bal zit, met spin erin, zeg maar. Ja. U zag Piet Bouter in deel 3 goed op dikte bal 2 te gaan staan en om zo een mooie afstoot te creëren. Kijk en leer verder naar deel 4.